Mijn naam is Linda Malherbe en we staan in Belvedere, het Verhalenhuis Rotterdam. Wij noemen het ook wel het huis voor immaterieel erfgoed. En dat betekent dat wij de verhalen van mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar maken. En zo eigenlijk een leukere stad te maken, dus een meer betrokken stad. En wat we vooral als doel hebben is het geluk van Rotterdammers bevorderen. Nou, Belvedere staat natuurlijk in Katendrecht. En Katendrecht heeft gewoon een stukje magie om zich heen hangen. Vanuit vroeger, vanuit mensen die ervan hebben gehoord. En wat ook lekker is aan Zuid, is dat het gewoon nog ontdekt moet worden door heel veel mensen. We zijn hier eigenlijk terechtgekomen een aantal jaar geleden. Omdat we een groot project aan het doen waren. En dat heette Rotterdam de Zuidelingen. En dat was vooral bedoeld om mensen op Zuid zichtbaar te maken. En toen zochten wij gewoon een werkplek vlakbij. En dit stond leeg, dit mooie pand. En dan blijkt het zo'n huis te zijn wat allerlei sporen van allerlei mensen en gemeenschappen in zich al heeft. Het is zo'n ontmoetingsplek. Het was in de oorlog was het de hotste jazztent van Nederland, waar allerlei Afro-Surinaamse jazzmuzikanten speelden. Het is een bioscoop geweest. Het is een worsteltent geweest waar mannen worstelwedstrijden hebben gehouden. Het is een Griekse nachtclub-restaurant geweest waar de shirtaki werd gedanst. En bovenin bleek ook nog Wally Elenbaas te hebben gewoond. Een van Rotterdam's bekendste kunstenaars, fotografen. Nou, we zaten natuurlijk in eerste instantie in dit pand met al die verhalen die mensen binnenkwamen brengen eigenlijk. En toen ontdekten we de betekenis van deze plek. En toen hadden we zelf erg de behoefte om zo'n thuisbasis te maken. Waarbij we al die projecten die we in de stad doen, dat die een soort ankerpunt krijgen. En dat mensen weer nieuwe ontmoetingen krijgen, nieuwe verbindingen. Dus we zijn begonnen met volkskeuken bijvoorbeeld te programmeren. En de volkskeuken is dan laten we iemand Rotterdammer koken. Ondertussen kunnen er 60 mensen aan tafel aanschuiven. Die eten met elkaar en ondertussen vertelt diegene zijn levensverhaal, de gastkok. En toen kwam ineens de gemeente en de woningbouwcorporatie. En die dachten van, hé, wij gaan hier, we hebben hier een heel plan voor deze buurt. En we hebben hier keurige koopappartementen bedacht hierboven. Toen dachten we, nou dat kan niet. Dat betekent dat we met de Rabobank en met Deloitte samen de Belvedere obligatielening hebben bedacht. En dat betekent dat mensen, particulieren, een obligatie kunnen kopen voor 2500 euro. En het geeft ons dus de kans om dit pand zo te gaan exporteren en op te zetten zoals wij het bedoeld hebben.